us, we bound for Baltimore. And he kissed her on her eyes, and the crew began to mourn. Oh, off she goes, we bound for Baltimore. No more, no more, we're going to see the morn. As soon we reach the tower tonight, we're leaving for the shore. And he kissed her on her arms, and the crew began to roar. Oh, upstream door, we are bound for Baltimore. And he kissed her on her ears, and the crew began to roar. Oh, upstream door, we are bound for Baltimore. No more, no more, we're going to see no more. As soon we reach the town tonight, we're leaving for the shore. And he kissed her on the bosom, and the crew began to mourn. Oh, as she goes, we are bound for Baltimore. And he kissed her on the bosom, and the crew began to mourn. Oh, as she goes, we are bound for Baltimore. No more, no more, we're going to see no more. As soon we reach the town tonight, we leave. Hey, dat is wel Douwe Kees toch wel? Douwe Kees, nou. Weet jij wie Douwe Kees was? Natuurlijk nog pasmaat geweest. Ja, weet je hoe die werkelijkheid? Nee, dat zijn we nooit. Kees B14 was dat. En weet je waarom die blauwe Kees heette? Kijk maar naar, hoor. Hij had zullen bejatten. En die flessenneusjes staan naast hem. Ja, hij dronk regelmatig van die duikbootjes, weet je niet? Nee. En El Sunneke is er vroeger niet. Tuurlijk hoor, want... Ja, nee. Stoommachine. Ja, Lauwe Kees. En Lauwe Kees die ging regelmatig naar de Café de Kaatstommer. Weet jullie die? Ja, we zijn er net nog geweest. Ah, kom er best vandaan. De Kaapstommer. En daar stonden twee mooie meiden stonden daar achter de bar. Die de schelen. En die handen ervoor. Die was zo schelen. Zo. Niet te filmen. En die meiden, die ene die loezen een beetje. Wat zo. Nou ja. Ja, ik heb het erin. Hier hebben ze een dikke hoge rechte boksel. Ja, dan ben jij er ook geweest. Ja, precies. Nou, Blauwe Kees, die was verkikkerd op die schelen. En hij was ook zo jaloers als wat, hè. Hij dacht van potverdorie, ik wil de enige zijn die haar mag versieren. En verder niemand anders. Was hij jaloers, was hij? Ja, hij was heel erg jaloers. Hij ging zelfs heel erg zachtjes en ontvloerst ging hij praten. Zodat hij was gewoon heel anders dan bij zijn postuur hoorde. Ja, alleen als hij in de normaal aan boord, dan was het hij. Dat was een grote vent. Ja. Dan had hij een stem van Windkracht 9 uit het Noordoosten. Zo'n brulboei. Ja, zo'n brulboei. Maar, ja. Maar in ieder geval, hij gedroeg zich dus heel anders met dat meisje. Althans, meisje. Zeg maar gerust. Ja, precies. Maar goed. We kennen het allemaal dus. Nee, ik ken alleen maar van de richt. Oh. Nou, in ieder geval, op een gegeven moment komt er een kok binnen en die voer op een schip. Ja, die boot die ernaast lag. Ja, de erachter lag, ja. Dat was een monitorschip, was dat. Ja, Zijne majesteit Seiberis. Die lekker schuil. En die boot die... Die lag daar en die kok die komt in dat café en die zegt, die kijkt zo om zich heen en dan ziet hij twee ogen naar een gericht boven die bar. Twee ogen gericht boven de bar, ik zo. En die dacht van nou, daar wil ik wel Keesje mee spelen. Ja? Dat deed Kees al. Oh, dat deed Kees al. Blauwe Kees. Maar goed, Blauwe Kees die pikte dat natuurlijk niet en die zegt, hij... Ga jij eens lekker terug naar die drijvende pispot van je, daar zo, die achter ons ligt.
Crematorium. Ja, precies. Hij zegt, ga lekker crematoriumchef spelen. Nou, en dan wordt die kop, die wordt me toch kwaad, joh. Die liet er verder mee. Die wordt hartstikke kwaad. En die zegt, van durf jij mij dat schip waarin ik op vaart, durf jij dat een lekker pispot te noemen? Ja, toen was feest, hè? En toen was feest. Ja, toen was feest. Ja, ja, ja. Moet je nooit zeggen, dat. Nee, want een schip is nog een vrouwelijke. Een ja, precies. Een schil. Ja, ze is vrouwelijk, omdat het altijd door mannen bestuurd wordt natuurlijk, zo'n schip. Maar fijn, en in ieder geval, Lauwe Kees die wordt zo kwaad en die zegt, kom, ga daar naartoe. Hij zegt, hey flapbol, ga terug en ga drijven in die lekke pispot van je. Ja, ja en die kok die pikte dat niet, dus die probeert uit te halen. Maar ja, hij had ook niet de kolenschoppen van Blauwe Kees gezien, want die waren zo groot. Hij kon die boot zonder de schep te gebruiken, kon hij de kofferketels ontdrukken. Ja, en toen werd dat hele café dat werd verbouwd. Ja. Nou, die eigenaren hoogste op natuurlijk, de provoosten die kwamen daarbij met de hennepers. Ze werden in de boeien geslagen, hier op de buffel in het cachot gedouwd. In de provoost. En dan kregen ze zes weken zware dienst. Ja, je weet wat dat betekent, hè? Je wordt in zeilboekenpak, krijg je dan. Ik heb een keer een week gehad, maar nu worden zes weken. Dat is een soort eenzaam opsluiting. En de linten worden van je pet geknipt. En kruiwagendienst. Ja, ook dat. Ja. Dus, ik weet zeker dat over 100 jaar, dan staat er in de dikke Van Dalen, blauw, dat betekent dronken. En een keesje, dat is een... Ja, maar daar hebben wij de pakken nog van gehad, wist je dat? Ja, dat trouwtje met die... Ja, dat blauwe, van blauwe kees. Dat trouwtje met die verdikking erop. Ja, met die verdikking, dat is een keesje. Ja, ja, ja. Dan kon je dat touw aan de wal gooien, ja. En keesje, weet je wat keesje is? Keesje, ja. Waren twee kees. Twee hoortjes. Een keesje? Nee, dat moest je niet zeggen. Keesje, dat is een liefdebedrijf. Nee, je toch niet? Ja, 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 ja. En dat hebben we te danken aan Blauwe Kees. Blauwe Kees. Er is een schip gezonken voor bier en brandewijn. De maaien waren dronken en ook de kapitein. Allemaal. Voor een aardappel! Ja, Joni, jij pakt het nog maar.